Als veel Groningse studenten vakantie elders vieren, dan zorgen de talloze toeristen die naar de stad komen gelukkig nog voor wat leven in de brouwerij. En daarnaast voor de broodnodige inkomsten voor de horeca, de winkels en de culturele instellingen. De bezoekersaantallen zijn echter nog niet hetzelfde als voor de coronaperiode. Groningen kan dus nog wel wat toeristen herbergen. Ze moeten dus nog wat meer in de watten worden gelegd. Maar waarvoor komen zij eigenlijk naar Groningen? Ik denk dat ik het museum ook ga bekijken daar beneden en de Martinetoren. We gaan heel erg lekker eten op een van de rooftops, zeg maar, van de restaurantjes die hier zijn. En volgens mij zijn daar in Amsterdam eigenlijk heel weinig van. Ik vond dit wel leuk, het Forum zo bekijken. We wilden de Martinetoren nog beklimmen. En verder even koffietje doen en een beetje lunchen. En zeker mijn liefste pindakaas kopen. En ik heb gezien, er is een speciaal winkel voor pindakaas. En daar heb ik gedacht, dat is speciaal voor mij. Een van de eerste plekken die bezocht wordt is Forum Groningen. Het Forum is samen met de Martinitoren in korte tijd uitgegroeid tot het visitekaartje van de stad. Wat een lelijk gebouw. Serieus? Ja, echt. Het was zo totaal anders dan de rest van de omgeving. Maar ik moet je zeggen, als ik er zo zigzaggen naar boven ga, dan denk ik toch wel, dat is wel interessant. Het is in ieder geval, het tikkelt wel de fantasie, zeg maar. Ja. Bijzonder aan dit gebouw vind ik dat een heel moderne gebouw midden in de oude stad zit. En dat zou je in Duitsland niet durven. En ik vind het ontzettend mooi. Sommige toeristen zijn gewoon fan van de stad. Daar hoeft niet meer alles voor uit de kast getrokken te worden. Wij komen uit Breda, we hebben lang in Frankrijk gewoond. Maar als ze mij vragen wat is de leukste stad in Nederland, zeg ik altijd Groningen. Mist u ook nog iets als u hier bent? Nee. Het is altijd wat kouder dan in het zuiden. Maar verder, nee, echt niets. Nee. We komen hier heel graag.